tijd natuurlijk. Want je moet altijd terug kunnen vallen op je team. Die energie moet daarin blijven. Hajdu voor Roemenië op sprong. Sprong met een waarde van 5 punten. Dat zagen we zojuist even in beeld. De D-score. De Jurtsenko gestrekt met een hele draai om de lengteas. Ja, wat kun je daarover zeggen? Nou, hij zag er heel stabiel uit. Alleen in de tweede vluchtfase was hij wat licht gehoekt. Dat kunnen we hier zien. Kijk, ze hoekt hem wat af. Hè? Dat is een technische fout. Landt wel keurig op de witte lijn. Inmiddels is de eerste Nederlandse turnster aan de brug met ongelijke liggers begonnen. Yvette Moshagen.